hartelijk welkom op deze vijfde editie van de Zonnewelden Tour. Jasmin, we zijn ondertussen aan de vijfde editie al van de Zonnewelden Tour. Waarom heb je in der tijd het meterschap aanvaard? Ja, ten eerste omdat wij vereerd waren dat ze aan ons dachten natuurlijk. Voor Johan en ik is het wel leuk. Het heeft met wielrennen te maken. Het is een toertocht. En bovendien dient het een goed doel. En ik heb toch wel enige genegenheid naar Zonnewelden. Als ik het zo mag zeggen. En ik vind het heel fijn. We voelen ons hier altijd op ons gemak. We worden altijd heel fijn onthaald. Het is een hele fijne school ook, vind ik. Heel vriendelijke mensen altijd. En vandaag hebben we weer mooi weer. Veel volk gehad. Fantastische dag. Dus ja, voor mij is het ook leuk om er hier te mogen komen. Inderdaad. Dank je wel, Jasmin. Alsjeblieft. Ja, Luc Gerhard, u bent bij de Wielerbond van Vlaanderen. Wat is uw aandeel hier in de Zonnewelden Tour? Onze aandeel is eigenlijk meer vooral de logistieke steun. Wij bieden dus helpen, tenminste bij de inschrijving. We verzorgen de wegwijzers en zo. Dus we bieden echt de logistieke steun van het gebeuren hier. Ja. En dat is al sinds een paar jaar dat we dat doen. Dus de eerste editie hebben we niet geholpen. Of ja, toen was die samenwerking er nog niet. Maar sinds ieder jaar werken wij samen met hier de Zonnewelden. En ik mag zeggen dat een groot succes nog ieder jaar.
Ja, dag dames. Jullie hebben net gedaan met de tour. Wat vonden jullie ervan? Zalig. Ja. Welke hebben jullie genomen? 55 kilometer. Ja. En hebben jullie zoal eens iets speciaal meegemaakt onderweg of zo? Nee, eigenlijk niet. Alleen met de aankomst raakten we niet de klik bedalen. Maar voor de rest is het perfect gelukt. Dus eigenlijk. Was het een aangename tour eigenlijk? Ja, zalig. Heel mooi. Ja, perfect. Ja, echt waar. En is het de eerste keer dat u meedoet? Nee, hier wel. Maar het is al zo'n tweede tour dat we maken, want we zijn eigenlijk nog maar 2 maanden aan het fietsen. Ah. Dan zijn jullie sportieve zussen of schoonzussen? Ja, ja, we proberen dat toch, hè? Dan wens ik jullie nog heel veel plezier. Dankjewel. Gezelligheid vandaag? Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat is het aangename. Wij fietsen al, iedere keer hebben we 25 kilometer gedaan. Ja. Maar we hebben hier al langer gezellig aan tafel gezeten dan we gefietst hebben. Dus het is plezant te eten, lekker. Hier een lekkere spaghetti. Ja. En wat bijpraten, met mensen leren kennen. Ja, we zijn geen lommelaars, maar we wonen hier nu toch al meer dan 10 jaar. We leren niet iedere keer altijd met mensen kennen. En, van waar komen jullie dan eigenlijk? Van origine van Assen en Grimbergen, dus van het Brusselse, van Vlaamse Brabanders. Ja, ja, ja. Het is hier wel een mooi fietsparadijs eigenlijk, hè? Ja, en ook, als ik zeg, ja, het is vette gezelligheid, maar de Lommelse mensen zijn ook gezellige mensen, hè? En dus ook dat, yeah. Ja, maar dat is zo. Dan, dus, ja. Dan ga ik jullie nog wat verder laten genieten van de après fiets. Ja. Ik neem aan dat u een tevreden directeur bent. Absoluut, absoluut. Het was een zeer geslaagde editie. Of het is een zeer geslaagde editie. Reeds voor de 5e keer op rij eigenlijk. En mogen we heel wat mensen hier op onze school verwachten. En dat doet deugd. Dat is echt heel fijn om te zien. En ook de sfeer die hier hangt. Niet alleen tijdens de fietstok, maar ook erna. U ziet het zelf. Ze blijven allemaal goed plakken. Dus dat is ook wel echt heel tof om te ervaren. Dus u hebt een heel warm hart eigenlijk nu op dit moment. Ja, absoluut, absoluut. En ik denk dat ik ook namens het ganse team spreek. Hè. Het is een activiteit die wij inderdaad organiseren voor onze leerlingen, om wat geld in het laadje te brengen. Maar anderzijds vinden we het ook belangrijk dat mensen die normaal gezien onze school niet bezoeken, dat die nu ook eens een keertje de kans krijgen om hier een kijkje te komen nemen. Dat vinden we heel fijn, ja. Het is ook fijn dat de mensen zo wat na de fietstocht zo wat samenhangen, nog wat keuvelen achteraf, want zo leren ze ook weer nieuwe mensen kennen, hè? Ja, dat is zeker ook een opzet van deze fietstocht, dat we niet alleen de mensen wat sportiever kunnen aanbieden, maar ook het gezellig samen zijn achteraf. Ja. Dank u wel.
was het einde van de vijfde Zonnewereldtour. Wij hebben een afspraak volgend jaar op 20 mei 2017 voor de zesde editie.